Hey, welkom allemaal. Goedemiddag. Welkom op deze LinkedIn Live, ook via Facebook te zien over onze reis samen met Frank hier. Een beetje camera shy, zeg maar. Nee, wordt totaal niet. Zijn we onderweg naar Parijs. Dat betekent zeg maar dat we vanaf Doesburg vanochtend weg zijn gereden rond een uur of 9:30. En we zijn nu vlakbij Charleroi. Dus dat is bijna natuurlijk in Frankrijk, waar we zeg maar tussen Reims en Parijs zeg maar naar Parijs rijden. Eigenlijk via die bocht. Want we wouden Antwerpen en Brussel eigenlijk ontwijken. En ook niet via Luik te moeten. Dus we zijn eigenlijk via Doesburg, Arnhem, Nijmegen. Daarna naar Volkel gegaan. Van daaruit naar Helmond. En dan zeg maar via links van Eindhoven naar beneden. Toen zijn we naar Beringen gegaan. Beringen zit natuurlijk in België, waar de importeur zit, de Lycée Benelux. Daar hebben we geluncht op zijn Belgisch, oftewel het was ontzettend lekker eten, of niet? Dat was fantastisch. Dat was een volwaardige, heerlijke lunch, inderdaad, lekker warm gegeten. Pasta met vis en garnalen. Dus het was perfect. Enno, leuk dat je er bent. Voor degenen die live aanwezig zijn, ontzettend leuk dat jullie er zijn. Laat even wat van jullie horen, zodat het voor ons ook wat inactiever of actiever wordt. Zodat we weten met wie we eigenlijk praten. Nou, goed. De reden waarom we dit doen, wordt mij vaak gevraagd van waarom doe je dit in hemelsnaam op een vrijdagmiddag terwijl het lekker weer is, je kunt ook wat anders doen. Dat klopt. Maar goed, aan de andere kant, we hebben de Lycée, die staat hier achter. Kijk, daar zijn we nu een jaar dealer van. En een van de plannen die ik had destijds was van joh, hoe krijgen we het merk nou meer op de voorgrond als een leuk trendy merk. In plaats van op het moment dat je over een brommobiel hebt, praten mensen dan toch over, het is een diesel, het maakt lawaai, het stinkt, het is iets voor ouderen. En dat moet natuurlijk anders. In die zin van, het is natuurlijk gewoon een vervoermiddel wat anders is dan een auto. Ik heb ook liever een auto, want het rijdt nou eenmaal sneller. Aan de andere kant, op het moment dat je geen autorijbewijs kan halen, wat voor manier dan ook, dan geeft een brommobiel ongekende vrijheid, van ongekende meerwaarde. Dat is gewoon zo. En dat zie je nu ook eigenlijk wel op de reis hier naartoe. Ja, je moet je erop instellen dat je anders moet rijden. Ook wij rijden gewoon 3 keer verkeerd op een weg waar we niet mogen rijden. Maar goed, zo snel mogelijk er weer af. En zo makkelijk mogelijk weer de weg vervolgen. John, leuk dat je er bent. Kurt van de Kastelen, leuk dat jij er ook weer bent. John Walbrenk is er en Koen van der Laar. Hoe is de Lycée Aircopal? Nou, die is prima. We rijden overigens met de ramen open, want dat scheelt gewoon vermogen. Als je 8 pk hebt, dan moet je niet alles verbranden aan de airconditioning, zeg maar. Hè? Maar goed, het is lekker weer. Heerlijke tocht een beetje door. Maar goed, even over dat verhaal. Vrijheid van ongekende meerwaarde. Dat betekent dus dat de Lycée anders is als een snorfiets of als een scooter en dergelijke. Het geeft gewoon meer veiligheid, meer comfort. Maar het is natuurlijk geen auto. Aan de andere kant, wil je het bereikbaar maken, wil je het ook leuk maken voor de jongeren, dan moet je iets doen met de geschiedenis. Tenminste, vind ik. En de geschiedenis van Lycée is natuurlijk de Formule 1. 1996, 19 mei won Olivier Panis de laatste Grand Prix voor Lycée, de Grand Prix van Monte Carlo, van Monaco. En die is natuurlijk legendarisch. Hè? Met Michael Schumacher zat erin, Jacques Villeneuve zat erin, Eddie Irvine zat erin, Damon Hill zat erin. Oftewel, er zaten wel een aantal wereldkampioenen erin en Olivier Panis won hem, omdat bijna niemand hem uitreed. En om eerste te worden moet je hem eerst finishen. Dus dat was een legendarische race en daarom hebben we er eigenlijk een tribute van gemaakt. In het weekend van Le Mans, hè, als het goed is van het weekend ook Le Mans in Frankrijk, gaan we met de JS43 naar Parijs rijden. Het is namelijk een omgebouwde JS60. Kijk, hier heb je hem staan, hier op de carpoolstrook. En wat we gedaan hebben is de JS60 Sport Ultimate hebben omgebouwd naar de JS43. In die kleuren van destijds met startnummer 9. Met dezelfde reclame erop, dezelfde logo's erop. En we hebben hem genoemd de JS43. Want dat was namelijk het type nummer van Olivier Panis toen hij hem won. Ik zal je zo meteen laten zien
hoe die eruit ziet. En de bedoeling is om een selfie te maken op de Champs-Élysées morgen. Morgen is ook mijn vrouw jarig. Dus dan gaan we samen met de vrouw van Frank lekker gezellig uit eten in Parijs. Ter ere van dat we er geweest, dat we aankomen in een Lycée met 45 km per uur. En de andere kant ook natuurlijk om de verjaardag te vieren. Op het moment dat jullie vragen, opmerkingen hebben, dan hoor ik het dat natuurlijk graag. Robert Bolsenbroek, leuk dat jij er ook bent. Want namelijk, ik hoor namelijk wel heel veel vragen, vooral veel opmerkingen via Facebook, dat het een doodskist is, dat het belachelijk is dat die auto's op de weg mogen. Maar dan wil ik toch wel graag iets over vertellen. Want namelijk, stel je nou eens voor dat jouw vader 75 is en jij vindt het niet meer veilig dat hij in een normale auto rijdt, maar je wil hem wel zijn vrijheid laten houden. Oftewel, zijn wereld wordt heel klein op het moment dat je iemand de auto afneemt. Want namelijk, een auto geeft vrijheid. En op het moment dat iemand niet meer kan rijden, maar wel perfect in een citycar kan rijden, want zo noemen we onze brommobielen, dan maak je zijn wereld ook gewoon groter. En laten we eerlijk zijn, ik woon op de Postbank, op de Veluwe. Elektrische fietsen met ouderen zijn veel gevaarlijker dan ooit een brommobiel. Hè? En ja, er zit geen kreukelzone in als een auto, maar dat kan ook niet, want hij mag maar 450 kilo wegen volgens de wet. Dus het is een hele veilige kooiconstructie van aluminium en is natuurlijk veel veiliger als een Vespa. Maar het is natuurlijk niet zo veilig als een auto. Maar ja, het is ook geen auto. Het kost wel hetzelfde als een auto, maar dat is natuurlijk een andere discussie. Maar goed, dus dat is een beetje het verhaal. Frank, wat voel jij er nou van qua rijden? Ik zal me eens voorstellen. Ik ben Frank Wisterbos, ik ben vriend van Paul. Nou, ik ken je al denk ik vanaf mijn 14 of zo'n beetje. Zoiets, ja. Heel wat avonturen meegemaakt. Nou, ik vermoed dat dit ongeveer de laatste zal zijn. Hoezo? Nee, dat is gekheid. Nee, het valt me hartstikke mee. De auto rijdt eigenlijk best wel hartstikke lekker. CarPlay zit erin, dus automaat, prima. Ja. Ja, het rijdt inderdaad een keer 50 km per uur. En dat is het eigenlijk ook, dus prima. Hartstikke leuke trip zo, we genieten ervan. Ja goed, en de andere kant hebben we van Kronkelroutes. Die heeft voor ons de route gemaakt op een TomTom Go. Dat is de app die we op de iPhone hebben downgeloaden en die op de Apple CarPlay dan speelt. Die ontwijkt alle wegen waar je eigenlijk niet mag en komen. Behalve dan twee die net of gewijzigd zijn of ik heb iets met de instellingen verkeerd gedaan of wat dan ook. Maar daar mochten we dus niet rijden. Maar voor de rest gaat het eigenlijk goed. Dus de bedoeling nu is om naar Frankrijk te rijden. Daar ergens een hotel te nemen en dan morgen dan de laatste, wat zal het zijn, 250 kilometer te rijden. Dat we daar nog 80 kilometer kunnen rijden, minimaal. Ja. Zullen we 200 maken, vind ik het ook goed. Ja, want hoe eerder we morgen in Parijs zijn, des te beter. Het is wel, we moeten natuurlijk ook video's maken op de Champs-Élysées, dat de ding rijdt over de Champs-Élysées. En nou goed, ik laat hem graag even zien. Zoals jij deze even pakt, Frank. Yes, dat kan ik. Dan hebben we nog steeds. Kijk, we hebben er ook een hele mooie pet van gemaakt. Ik heb niet zo'n pet in hoofd, maar goed, dat is dan niet anders. Kijk, dit is hem. Met de oude logo's. En hier met de circuit van Monte Carlo er dus op. En dan hebben we hier eigenlijk het startnummer 9. Olivier Panis daar. En de JS43. Dat heb ik niet vergeten. Staat daar. Ja, heb ik gedaan. Heel goed. En natuurlijk ook de achterkant. Dus wat we nu gaan doen is eigenlijk nog een flesje water te doen, even wat tot rust komen, want het is wel een rit in die zin. En dan gaan we verder. En dan wil je dit verder volgen, we zijn gewoon op Facebook en op Instagram te volgen volgens de normale kanalen. En mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik jullie natuurlijk graag. En als er voor de rest geen vragen zijn, wat ik niet zie, dan wens ik jullie natuurlijk een hele fijne vrijdag, een hele fijne zaterdag. En dan spreek ik jullie graag een andere keer weer. Mirjam Wisterbos. Hey, fantastisch. Fantastisch. Fijn. Yes, nou, dat is het zeker hoor. We genieten met volle teugen hier. Op LinkedIn zelfs. Doet het ons kort ook inderdaad. Dus, Nou mensen. Wij gaan vol gas door denk ik. Voor het laatste stukje. Oké. Dankjewel.